Hey, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Handig. Ik ga vandaag een vraag met jullie behandelen die de afgelopen week aan ons is gesteld. Dat is een vraag waarvan ik ook in eerste instantie niet zeker wist hoe ik die moest oplossen. Maar ik heb wat research voor jullie gedaan en ik ben op een goede oplossing gekomen. De vraag is namelijk, hoe kan je het best zo lang mogelijk prik bewaren in frisdrank? Ik weet, we houden natuurlijk allemaal van tijd tot tijd wel van een frisdrankje. En je wil natuurlijk niet dat de prik daar na verloop van tijd of na een paar dagen al uitgaat. Wat kan je nou het beste doen om de prik zo lang mogelijk in de fles te houden? Dat zal ik jullie uitleggen. Hoe langer je het in de koelkast laat staan, hoe sneller de prik eruit verdwijnt. Wat is nou de beste manier om dit te doen? Op het moment dat je je glas hebt ingeschonken en je wil het terugzetten in de koelkast, draai hem gewoon één keer om. In dit geval zorg je ervoor dat de druk op de fles blijft staan. En als je hem vervolgens plat neerlegt, dan zie je dat er geen lucht kan verdwijnen uit de dop. Dit is dus absoluut de oplossing waardoor je het langst kan genieten van een koolzuurhoudend drankje. Wat ik ook heb gelezen is dat het beste is om de fles inderdaad te bewaren op een koele plek, maar niet in de koelkast. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet dan niet hier rechts even een duimpje omhoog te geven en hier links te abonneren. Dan houden wij je dagelijks op de hoogte van de nieuwste tips die wij hebben gevonden. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig.